Meer dan 8000 fans zaten geduldig te wachten tot hun helden zouden komen opdagen. De duivels kwamen aan met een half uur vertraging, aangezien ze in hun hotel een onaangekondigde dopingcontrole van de FIFA hadden moeten ondergaan. Er was ook heel veel interesse van tv-stations. Er was zelfs een ploeg aanwezig van een Japans station. Een toeschouwer merkte op dat op het terrein zo'n 240 miljoen euro aan transferwaarde stond. Eerst werd het opwarmen. Dan kregen onze duivels een oefenpartijtje op klein veld. Het ging er in ieder geval prettig aan toe. Deze jonge fan was al echt aan het oefenen voor de resultaten van Brazilië. De toeschouwers waren opgetogen van het spektakel dat ze te zien kregen.